hele goede morgen hier in Baronie TV. We gaan een aantal dingen bekijken van social media's. We starten eerst met Gicheldonk. Wij gaan nu de optocht lopen. En we gaan deze wagen speciaal gemaakt voor de hoofdpersoon uit het publiek. En we gaan de hoofdpersonen dus filmen. Oké, je gaat hem dus draaien eigenlijk, hè? Want je draait de camera. En dat doe je samen met je vader? Ja, klopt. Ja, zeker. Niks leuker dan toch een carnaval te vieren met je eigen kinderen en dan in de optocht meelopen. Dat is het mooiste wat er is. Is het Goedemiddag, we staan hier bij de voorbereiding voor de optocht in Gicheldonk, bij wijkcentrum De Donk. We zien hier al heel wat prachtige wagentjes opgesteld worden om zo meteen mee te lopen in de optocht. We gaan even wat mensen vragen hoe er nou in zijn werk gaat het voorbereiden van zo'n optocht. Want ik heb zelf geen idee en ik ben toch wel benieuwd hoeveel werk daar eigenlijk in zit. Ja, het is een optocht georganiseerd door een hele nieuwe werkgroep, allemaal nieuwe mensen. En die hebben er alles aan gedaan om zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen voor die optocht. En ik kan zeggen, het is een verdubbeling van vorig jaar geworden. Een verdubbeling van het aantal deelnemers? Het aantal deelnemers, ja. We hebben meer als met de scholen erbij. Ik denk dat we dan rond de 350 mensen zitten die meelopen in de optocht. Kan je vertellen wat jullie zo meteen gaan laten zien? We gaan zo meteen aan de rad draaien en dan kunnen ze allemaal dingen verdienen en krijgen. Oké, okay, want de motto is we draaien het om, hè? En jullie gaan dus aan het rad draaien. Ja. Kan je laten zien hoe je dat gaat doen? Ja, tuurlijk. Oké, okay, nog. Een zwart schaap. En wat betekent dat nou? Dat je niks krijgt. Oh, dus dan hebben we verloren. Ah, dat is jammer. Ja, nou, het motto is, we draaien het. En dat is iets dat wordt binnen het bestuur. Doen wij gewoon allemaal verschillende motto's indienen. En dan gaan wij van daaruit gaan we een keus maken. Iedereen maakt een 1, 2, 3'tje. En dan leggen we ze bij elkaar. En dan kijken we wat eruit komt. En op die manier bedenken we het motto. Ja, en dus nu is het, we draaien het. Twee zonnen staan aan de hemel. Zegt de een tegen de ander. Volgens mij ben ik ziek. Ik voel een beetje warm aan. Oh, dat zo. Jullie zijn nog druk bezig met de voorbereidingen. Kunnen jullie vertellen wat jullie gaan doen zometeen? Wij zijn discotheek De Spekkies en wij draaien het allemaal. En wat ga je draaien? House, hip-hop, 80's. Voor ieder wat wils. Voor ieder wat wils. Loos. De firma Kans en Loos. Ja, ja, en van de Valse Zusters. En we draaien het deze ronde. Kijk maar. Ja, kijk, zo. Zo. Zo doen we dat. Zo doen we dat. Ja. Nou, dat is ook ons haarnetje nog, hè. Want anders dan worden de krullen gaan er vallen uit. Dat moeten we ook niet hebben, niet. Nee. Dus zo doen we. Ja. Firma Kans en Loos. We hebben ook nog een visitekaartje, hebben we, voor jullie. Even zoeken. Moet ik even zoeken, hoor. Ja, dit was de optocht van Gicheldonk. Jullie hebben het al helaas op het nieuws meegekregen dat gisteren wel de optochten door zijn gegaan. Maar vandaag helaas niet. Zo ook in onze Boemendonk helaas geen uitzending. Onze promering blijft hetzelfde vandaag. Hier gaan wij naar de optocht toe. Dus we gaan met de camera naar Boemendonk, want ja, die wagens verdienen toch wel de eer om in beeld te komen, om het feit, ze hebben er knijterhard aan gewerkt. En daar gaan we heen. Maar voor nu gaan we naar het rode hert bij Rob en die wordt ingestart. Oh, en wie stelt u voor? Ja, gewoon Ben. Nee. Ik stel u voor. Hallo. Nee, wie stelt u voor? Bent u Zorro? Nee. Ja, officieel ben ik of the land of the dead. Dus ik ben opgestaan, ja. Oh, okay. Ja, ja. Was dat nodig? Had u vanmiddag al te veel gedronken? Nou, na de afgelopen dagen moest ik wel even opstaan, ja. Dat klopt wel, ja. Oh, okay. Ja. Nee, en er zijn best veel mensen aan het snacken nou, naar de snackbar. Ja, het is nu etenstijd, hè. Ja. Dus nu moeten even mensen energie opdoen. Ja. En gaan vanavond lekker pils pakken, ja, natuurlijk. Oh, okay. Ja. En die mevrouw daar in de rode blouse daarachter, mag ik die ook eens lastigvallen? Ja, natuurlijk. Ja? Alle dames in de rode blouse lastigvallen. Oké, okay. Ik ga haar even wenken. Sorry. Kom er even bij. Ja, als reporter mag iedereen lastigvallen. Hallo, ik wil u graag lastigvallen. Ja, dat mag hoor. Ja, dat mag wel lastigvallen. Zullen wij, voor carnaval lastigvallen. Want het is namelijk Prinsenhagen en we zijn het Rode Hert. En u wilde iets vertellen over de optocht morgen, ja, dacht ik. Een grootse optocht.
Hartstikke druk en allemaal komen naar het Rode Hecht natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. En niet naar het Rode Hecht, dan zie je de optocht niet. Dan zie je de optocht niet. Maar wel tussendoor, hè? Ja, tussendoor. Lekker pilsje te drinken. Ja. Heerlijk. Ja, dat valt mij op dat veel mensen van dat gele spul drinken. Dat is dus bier. Ja, dat is bier. Dat wist ik helemaal niet. Dat wist ik helemaal niet. En wordt het nou nog drukker? Want het is nou een beetje aan het leeglopen. Zijn ze allemaal wat aan het eten? Allemaal een hapje eten. En straks komen ze allemaal weer terug. We hebben vanavond Tommy Lips. Ja. En gezellige optredens allemaal. Dus allemaal komen. Je kunt toch beter zelf een snackbar beginnen volgend jaar, dan blijven ze binnen. Ja, dat is waar. Maar ja, zullen we toch heel even opfrissen, even lekker wat eten en dan komen ze straks allemaal weer terug. Oké. Okay. Ja. Veel plezier voor straks met het bier. Dankjewel. Ja. Jij ook. Okay. Goeie plezier. Ja, ga lukken. Okay. Dat gaat zeker lukken. Dag. Dag. Dan zie ik daar nog drie mensen staan die beweren van alles te weten. Maar ik twijfel nog. Ik twijfel nog. Hallo. Hallo, sorry dat ik jullie stoor. Oh, u gaat wel heel, ja, u gaat wel heel ver weg in één keer. Oh, ja. Oké, okay, nou, ja, ze lopen in één keer weg. Ja, sorry, dus we moeten stoppen. Ja, kijk, dit was het Rode Hert. Mooie opnames. Willen jullie een foto insturen? Kan dit altijd met hashtag Baronie TV. Dan ontvangen wij het hier en dan komt het bij ons op het beeldscherm. Dit was Socials. Nu komt Bende al wakker. We gaan weer terug naar de opnames. Ben al.